We gaan verder met Cyril Lameysi en Anwar Noor Mohammed. Deze twee artiesten hebben samengewerkt en ze hebben een nieuw Surinaams nummer gebracht en uitgebracht. En dit nummer gaan ze vandaag, vanmorgen in Mantentaki presenteren. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. En hoe is het met jullie? Goedemorgen, goedemorgen. Ja. Voordat we verder gaan, willen we ieder groeten. Suriname, Faigo, alles goed. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, Anwar, wil je ook groeten? Nou, ik wil alle kijkers van harte goedemorgen wensen. Ja, oké. Okay. Ja. Mooi, Tori. De vakantie is net om. Hoe heeft u vakantie doorgebracht? Heel positief, heel relaxed en het was heel goed. Ja, man. Yes. En jullie hebben samengewerkt? Ja, de eerste keer? De eerste keer. Oké, okay, hoe is deze samenwerking tot stand gekomen? Anwar, wie nou, heeft u opgezocht? Nou, niemand heeft eigenlijk, ja. Hij was toevallig in een feestje. Ja. Toch? Tijdens het optreden heeft hij me ontmoet. Ik was ook aan het optreden die dag. Ja. En zo hebben we elkaar leren kennen. En op een gegeven moment zei hij van, we kunnen altijd wat doen. En toevallig had ik in mijn hoofd van, hey, ik wil een eigen pokoe. Toch? Dus toen dacht ik van, heb ik gezegd van, hey, dat ik eigenlijk... een pokoe al heb geschreven, mm-hmm. Toen zei hij van het is een heel goed idee. Dus zodoende is het begonnen eigenlijk. Ja man. Ja. Meneer Lameysi, we kennen u van die lobby pokoes. En altijd je big up de oemans, maar yes. Wat kunnen we, of over welk onderwerp zingen jullie beiden? Sowieso, het gaat als je kijkt op YouTube, ja. Dan zie je al en hoor je dat het over mooi mooi zijn gaat. Ja. Het gaat over de dames die heel hard werken om hun doel te bereiken. Dames die niet zitten te wachten op een negativiteit, maar ze leven hun leven, ze genieten. En nu denk ik dat je niet zo'n negatief is, want ze zijn sapsadeel in alibi. Ja, ja, ja. Sowieso. En welke stijl is het? Een mix van distance muziek en Blakamang Poku, weet je, ja. Kavina, Kaseko, ja. Mix. Dus Baitak. Ja, niet direct bij tech, maar het is een chutney model. Een chutney model? Een chutney, ja. Ah. Het is een chutney mix met een rap ertussen, ja. Van Cyril. Dus het is een heel leuk nummer. En zij vind ik het heel leuk. Dus. En onlangs heb ik een clipje op YouTube, Fademang Lobatori. We hebben natuurlijk hele goede reacties gehad. Hele goede reacties. Cyril, van Cyril zijde heb ik vernomen. Ook goede reacties, dus ik kreeg ook een hele goede feedback, ja, van de mensen. Heb je die clip gegeven aan, ja, de controlekamer? Zeker, zeker toch. Zeker. Is onze eerste keer toch? Ja, oké, okay. Ik weet niet als de controlekamer ready is, want misschien heeft hij benieuwd voor Luku a clip. Maar heeft de man ready, dan wordt het zo door. Het is er nou? Oké, okay, meneer Pengel, hoe zijn kon Luku eventjes? This is Anwar, FT Cyril, well, the champion boy. Listen up! Chorian matake achkal buru ajawan. Chorian mange kali, moi moi san. Chorian matake achkal buru ajawan. Special for the ladies, again and again. Six if negi, no cotis can eat any pinamoni. The lobachele.
Ja, ik zei uitspelen, maar we gaan straks weer genieten. Hé, hey, Apokewa, come on. Ja, maar sowieso. Ja, sowieso. Maar en je singwamching, sarname toe. Ja, sowieso toch, omdat kijk, dit is het toch als je het verschil wil brengen. En waaraan we hebben gewerkt is dat we 100% willen doen wat anderen niet doen. Ja. Want als Aladdin ook een kaseko, een love song, is het ook niet mooi. Ja, ja. Zei de mek, en Aride mek zei de mek Udoapoko, dus ook vanaf Sorma ook doet dat die muziek heeft geen kleur. Ja. En om dit ja, Cyril zingt kaseko en ik kan niet met hem zingen. Ja. Maar dan heb je die stand niet waar om amus maar meng. En daarom weet ik ook nog een multicultureel. Stranang Ude, dus mi fan van taki amus mang. Met muziek kan je alles doen zolang a boom, zolang a positief en ofara a kandoro. Ja, muziek is een universele taal. 100%. Ja, maar dus na olang a ba ibe aba lyrics. Ja. Tap papira. Klop. Maar ik ben zo kaya is de man. Ja, ik ging het gewoon. Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel. Ik had altijd in mijn hoofd van dat ik met een niet-Hindustaanse artiest wil werken. Ja. Toch? Ik had eigenlijk een andere kandidaat. Die stond open wel voor mij, maar die mimit Cyril met tak nog dat we boss in direct. Oké. Ja man, 100. En dan mag je maar hier zijn tak, hé, wat je waka, dus ja. Ja man, nee, dat lied past gewoon bij Cyril en bij u. Ja man. Maar wat kunnen we nog meer verwachten? Ja, sowieso. De eerste indruk is blijvend. En wat ik ook wil aangeven is, hij is de eerste keer hier. Ja. Eerste nummer, eerste clip, alles aan de eerste. Ja man. Dus, als je dat zo komt, ook om horen te gaan. Zeker weten. Ook op een jeugd. Ja. Belangrijk, want om eerlijk te zijn, clip ik kon alles soort zijn, ik kom maar. Meneer Chinexka jeugd. Ja, maar. Dat ik neem, maar ik pak een op strak bakken, want vooral van scoren begin bakken ook toe. Ja. Dat ik één nou doe, want zijn die de jeugd, want we hebben een grote doelgroep. Defensie volgen nu en dat ik nou. Van scoren ik begin, want ik geef hem tieningere, een positief vibe, vooral de jongen, want min of vindt dat ik. De jongen van nu, ik vind dat ze het hart hebben. Ja, ze hebben het hart en Ayuru Doro voor de kisa positief vibe extra. De tien die in de opvangperiode, de regering in de vakantie. En nu Ayuru Doro voor de gwenang een positief vibe van hey, Cyril Anwar Soru tak 1 plus 1 is 2 jongen. En dat je vrouw klopt het, snap je? Ja. En that's it. Dus je maakt een onderscheiding? 100%. Ah, dus eenmaal met Abidjan, fa je si a model wan, je si taki you esing. You have big up altijd de umasma. Yes. Maar als je gaat clip en kong, pe mij zingen, pe umasma, de man, challenge reform, fasi, sanofiti. Persoonlijk, wat je gom dan aan dat? Look, sowieso, nou, als dat aan een moeilijk zijn. Wanneer je bepaalde nummers uitbrengt, moet je weten van hey, dit kan en dit kan niet. Het is heel simpel. Alas iwe plep tiraga tiso kabula ook. Maar die door op heb tien engere de imsap van hey dat ano eng. Hey look hoe me kwam clip. Er zijn heel veel volgers. Let tapas aan het van hey dit kan niet. Want de jongere eme kwam poku kon big up. Zolang eme kwam poku is op tien engere. Hey, ina also probleem. En sa eishi dat ook do. Dus eigenlijk asana dit gaan we niet doen. Te wo me kwam clip. Hey this will do well. Hey this opvoeden. This no opvoeden. Oké. Okay. Heel simpel. Anwar, tot slot. Wat denk wo presenteren aan is live van Wishena clip, maar was je live ook toe? Sowieso ga ik het live doen met mijn eigen band. Ja. Want ik ben lid van Dance Station. Oké. En tevens leider van de band. Ja. Dus dat ga ik denk ik nog van de week live optreden. Als ik tijdens een live optreden ga ik het sowieso zingen. Oké. Okay. En dus met meneer Lamezi erbij. Ja, dus en als men wil weten, moet men gewoon Facebook volgen. Sowieso, kijk, als een organisatie me benadert, bijvoorbeeld, dat die Cyril wil en mij wil. Dus het weer wat anders, snap je? Ja. Dus we wachten eigenlijk op een piek, dat wat we eigenlijk willen bereiken. Tenminste, Cyril en ik. Dus ik kijk er naar uit. Ja, maar ik denk dat het niet die zit naar ver buiten Su Oudoro. Helemaal. Sowieso. Oké, okay, heren, tot slot, heeft u nog wat te zeggen? Nou, ik heb sowieso een boodschap voor alle jongeren. Ja. Die zijn intrede wil doen in de muziekwereld. Dat is altijd wat ik eigenlijk iets wil uiten. Ja. Van jongens die hun intrede willen doen in de muziekwereld, zou ik zeggen. Maak je school af. Ja. Doe je best. Probeer wat te worden in de maatschappij. Toch? Want de pokkenwereld is leuk. Maar probeer jezelf te zijn. Toch? En Libalibi, want Ibarigan die COVID-BD, hebben veel mensen gemerkt. Pokkumang. Schrijf bij de noot, echte noot. Ja, klopt. Dus ik zou zeggen, probeer je best te doen, je studie af te ronden, toch? Zodat je wat kan worden in de maatschappij. En poko is altijd leuk en mooi, toch?
en om te doen. Dus ik zou zeggen, ga ervoor. Toch? Maar noem ik het er nummer 1. Am de wan hobby. Am de wan hobby. Laat het tot een hobby. Want de meeste van ze zien van, hey, poku na Allah. Ja, poku is niet alles. Want op een latere leeftijd ga je zien van, hey, als je met een beperking zit. En dan zie je van, no man, if je dan een beperking. Heb je niks gemaakt. Ja, ja. Dan naar 1 voor 12, joh, klopt. Ja. Dus om dat te voorkomen. Met de score af. Dus met bar alle de jongen. Op basis. Oké. Okay.